De afscheidstournee van de Space Shuttle levert opnieuw prachtige plaatjes op. De vier overgebleven ruimteveren zijn uit dienst genomen en worden nu verspreid over Amerika. Nadat Washington er vorige week eentje kreeg, vloog er vandaag een ruimteveer rakelings over New York. Oh, cool! Vliegtuigen laag boven de stad, dat mag niet meer sinds 9-11. Maar voor dit bijzondere vervoer is een uitzondering gemaakt. Bovenop een speciaal aangepaste Boeing 747 vliegt het ruimteveer Enterprise langs alle bekende monumenten van New York. Een laatste ererondje voor de Enterprise na 35 jaar trouwe dienst gaat hij het museum in. Oh yeah, we got great pictures. To see. It was amazing to see. Everyone was cheering. De Enterprise, vernoemd naar het spaceship uit de serie Star Trek, is overigens nooit echt de ruimte in geweest. Dit was het prototype waarmee werd geoefend. Sinds vorig jaar gaan Amerikaanse astronauten met Russische raketten de ruimte in. En daar is niet iedereen blij mee. It is a bit symbolic of the crisis that is facing the space program in the sense that these were operational spacecraft that could still fly if we had the political will or the money to do so. Er komt nog een afscheidsvlucht. Californië ontvangt het ruimteveer Endeavour. Rick Mouton, RTL Nieuws, New York.